Zo ver mogelijk door. Ja, het is wel donker. Het is wel weer mooi. De kleinere mogen vooraan staan en kom er helemaal door, niet in de rij. Weer allemaal in een driehoek voor mij. Gaan we de rij uit en kom maar naar hier. Hier, kom maar voor hier. Nog veel meer kort erbij, kom maar. Nog veel meer kort erbij. Ik ga hier nog verder. Kom maar, hier. Kan ik doen. Zo, welkom iedereen bij Jasper Dubois Amazing Cave Tours. Ik en mijn baas Jasper Dubois en het hele team werken hier al 9 maanden en momenteel op een diepte van 236 meters, waarvoor we deze lift nodig hebben natuurlijk. Jullie gaan hem bezoeken en jullie zijn ongetwijfeld geïnteresseerd, want jullie zijn blijven wachten in de wachtrij, ondanks dat jullie weten van het jammerlijke en verschrikkelijke, fatale ongeval dat we hebben meegemaakt een uur geleden met de 60 mensen in de lift. Dus ik dank jullie dat jullie toch blijven wachten zijn. Jullie wisten dat toch? Ja. Nu, jullie hebben inderdaad gelijk gehad om te blijven wachten. Om 3 verschillende redenen, en dat is misschien ook de 3 keer goed nieuws dat ik jullie wil meedelen. 1. De rondleiding zoals hij gepland was op een diepte van 236 meters, die kan volledig doorgaan zoals hij gepland was. Dat is goed nieuws, nietwaar? Ja. Nu, ook goed nieuws is, de lift, de betreffende lift, deze, is ook ondertussen hersteld en volledig veiligheidsgoedgekeurd. Dat is ook goed nieuws, nietwaar? Ja. Maar het beste nieuws is toch wel het volgende. Van de 60 lieve mensen en kinderen die een uur geleden voor mij stonden. Ja, eigenlijk een beetje zoals jullie nu voor mij staan. Op dezelfde plaats als waar die mensen stonden. Alleen, u begreep het al, op het verkeerde moment. Wel, fantastisch nieuws. Er was niemand bij die ik persoonlijk kende. De lift is zeer oud en maakt een beetje lawaai, maar ook oud is of zijn de veiligheidsinstructies. Die zeggen maximum 20 mensen in deze lift. Dat klopte voor het ongeluk. Nu moeten we sneller werken, anders krijgen we te lange wachtrij. Dus dat is perfect veilig. Ik vraag jullie voor nu allemaal met 60 in deze lift plaats te nemen. We gaan dan wel goed in het midden staan, niet naar de zijkant. Als iemand bang heeft, er is een truc, neem uw hand, leg op uw buik en druk een beetje. Als je geen bang hebt, dezelfde manier. Je pakt uw hand, maar wat je dan doet, je kunt misschien uw hand leggen op de buik van de meisje of de dame naast u. Doe de groeten aan Jasper Dubois, als je hem ziet, en ik geef u de veilige handen van Wouter, die met u mee naar beneden gaat via de lift. Succes tot straks! Ja.
Ben is al. Wie is er de grote? Ja, ben jij. Ja, dat is mijn gespeeld. Ik vind het heel mooi. Welcome to Jasper Dubois, the Amazing Cave Tours, where every trip is an exciting adventure, and we promise to bring you back alive. Most of you, anyway. Till the last of my iemand dat heeft er nog een toer alsjeblieft. Moet ik doen? Nu? Ah, kijk even naar boven. Mooi. Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Welkom in de collectiezaal van Jasper. Zoals jullie kunnen zien, in de kasten heeft hij al een hele aardige collectie. Want niet dat vandaag geen aandacht aan besteden. Maar het allerbelangrijkste uit zijn collectie is een paarse kristal. Waarvan wordt beweerd, zeggen ze, dat die magische krachten zou beschikken. Hij zou insecten levensgroot moeten maken. Deze standbeelden in metaal te leven. Ja, het is ook eenmaal herinnerlijk. En ik heb ze ook nog niet gezien, dus ik geloof dat hij heel weinig vrouw. Maar het is zo net op jullie toch een heel oude beest. Hij had het nog. Ja, Jasper, hallo, ik wou ook hier. Ik ben onderweg naar de minischieten. Je hoort nooit wat ik hier allemaal gevonden heb. Jasper, ik had dat vanavond niet. Ik heb hier nog voor mensen, die namen zo belangrijk. Ik weet niet of het er nu nog komt.
eens gedacht van. Krijg je nu vast de brillen en veiligheidsinstructies? Ja, brillen. Ja, dat kennen we. Ja. Het is nu dat je op terug kunt. De jeep is voorzien van stevige lichten, maar het blijft heel erg donker diep onder de grond. We komen ook regelmatig allerlei beesten tegen. Die armen en benen binnen de jeep houden is de boodschap. Nogmaals, voor alle bangerikken, het is nu de moment om af te haken. Over de lucht beneden kan vol giftige dampen zitten. Niet ideaal als je een astma leidt. Er geldt trouwens een algemeen rookverbod in de hele grot. Goed, klaar? Laatste keer, het is nu het moment om terug te keren. Waarschuw een van de bewakers en zij brengen je terug naar boven. Oh ja, de kans bestaat ook dat er stof en steenkruis opvliegt tijdens de rit. Zet daarom deze veiligheidsbrillen op, zodra je plaats hebt genomen in de jeep. Wow. Geef wel de brillen terug aan een van mijn medewerkers als je uitstapt. Ze kunnen namelijk niet tegen daglicht hebben of ploffen zodra je gebogen bent. Nee, echt. Geef ze terug, alsjeblieft. Je steekt ook best alle handbagage onder je stoel. Oh ja, voor ik het vergeet, het allerbelangrijkste van allemaal. Oh,
Gewoon echt 20 minuten hebben we binnen gezeten. Met dit brein. Maar die glama moet aan mij gaan. Auw, godverdomme. Oh, daar kan ook nog wat komen. Oh, wacht. Nee, hier stond niet die flyaway. Ken je dat ding nog? Ja, maar die was hier wel, die stond hier ergens toch? Ja, nee, naast de sledgehammer. Maar misschien is dat inderdaad wel dit terrein. Hier auf einmal die Stimmung und alles da so rauskam. Aber das war alles nur 3D. Das war alles 59.